Welkom, de zomervakantie is begonnen. Maar Omroep Hulst gaat gewoon door met het maken van reportage. Of het nu gaat om de brokantenmarkt of een raadsvergadering. Wilt u uw filmpjes ook eens met ons delen? Neem dan contact met ons op. Vakantie. Voor veel kinderen start na de vakantie een spannende periode in groep 3, het Reinhard of het Lodewijk College. Maar nu is het voor kinderen en ouders 6 weken even ontspannen en gelukkig is er voldoende te doen in de regio. Hulst voor elkaar vindt het belangrijk dat er actief geïnvesteerd wordt in de sociale verbondenheid in de gemeente Hulst. En daarom kondigden ze aan dat de ontmoetingscentra De Lieve in Hulst en de binnendeur in Kloosterzande ook deze zomer extra open zullen zijn. Daarnaast zijn er ook weer heel veel zomersportactiviteiten. Die gaan we niet allemaal benoemen, maar neem maar eens een kijkje op de website hulstvoorelkaar.nl voor al die sport- en spelactiviteiten. Die worden georganiseerd in verschillende kernen. Van suppen tot voetbal. Er is altijd wel een activiteit die bij je past. Meedoen kost maar €2 en er zijn activiteiten voor 5 tot en met 18-jarigen. Veel activiteiten die georganiseerd worden, kunnen niet zonder vrijwilligers. En hebben jullie nu handen tekort? Dan sta je er niet alleen voor. Stichting Hulst voor elkaar biedt een mooi podium om vrijwilligers te werven in de vorm van de website vrijwilligersinhulst.nl. Maar ze bieden meer dan dat. Ze gaan actief werven voor jullie op verschillende evenementen tijdens een promotietour. Hulst voor elkaar start daarmee eind juli op verschillende locaties in de gemeente Hulst. Dus heb je vrijwilligers nodig? Vul dan de vacature in op de website www.vrijwilligerinhulst.nl. Het is zomer en helaas heeft Hulst nog geen nieuw buitenzwembad. En daarom biedt de gemeente gratis busvervoer aan naar het zwembad De Honten in Kloosterzande. Vanaf maandag rijdt de bus dagelijks van het Reinhardland in Hulst naar zwembad De Honten in Kloosterzande. De bus vertrekt iedere dag om 1 uur vanuit Hulst en er zijn geen tussenstops. Om 5 uur rijdt de bus weer van Kloosterzande terug naar Hulst. Iedereen die in de gemeente Hulst woont kan gratis meerijden en is dan wel op eigen verantwoordelijkheid. De buschauffeur controleert namelijk niet of iedereen die meereed ook weer in de bus terug zit. Het toegangskaartje voor het zwembad, dat moet je wel zelf kopen. Vorig jaar waren er problemen in het zwembad van Koeacht. Maar dit jaar ook in Axel en Sassergent. Daar zorgden jongeren voor overlast. Het gaat om Belgische jeugd die het thuis al te bont gemaakt hebben en de toegang in zwembaden ontzegd wordt. Vakantiegangers en logerende vrienden moeten niet bang zijn dat ze nu niet meer kunnen zwemmen. Iedereen is gewoon welkom. Ik denk dat heel veel mensen uit de buurt niet meer komen, omdat hun ook overlast ervaren van anderen. We hebben mobiele camera-units laten komen. Er staat vandaag 4-man security hier. We hebben een identiteitscontrole moeten invoeren. We controleren helaas op woonplaats, maar ook strikt noodzakelijk. Kortom, er is nog wat gebeurd de afgelopen dagen om de zwemveiligheid hier te garanderen. Vorige week zaterdag zijn er denk ik wel meer dan 1500 man gekomen. Dan is het onwijs druk en dan is het echt goed opletten. Maar gelukkig is er niemand verdronken, maar voor de rest wel wat andere problemen plaatsgevonden. Nou, deze maatregelen blijven wat mij betreft op zijn plaats. Totdat we een toegangssysteem hebben. We hopen voor dit seizoen nog, maar dat is wel een voorwaarde. Van 30 oktober tot 5 november wordt er voor de derde keer de Nationale Klimaatweek georganiseerd. Dan komt heel Nederland in actie om te laten zien welke klimaatstappen burgers, bedrijven, gemeenten en organisaties nemen. Om zoveel mogelijk Nederlanders te inspireren en ook meer te doen voor het klimaat, zoekt het ministerie een klimaatburgemeester. En dus ook voor Hulst. De klimaatburgemeester is niet alleen voor volwassenen, ook jongeren kunnen zich opgeven. Kijk voor de voorwaarden en hoe je je kunt aanmelden op de website www.nkw.nl.
www.2023.nl. En organiseer dan gedurende die week een activiteit in een wijk, een buurt om bewoners te inspireren. Op dinsdagavond 1 augustus wordt er een volle maanconcert gehouden in de idyllische tuin van Theetuin de Mol. En dat door flamingo-gitarist Manito. Met zijn mooie gitaarklanken en improvisatie neemt hij het publiek mee naar een wereld vol sentiment en passie. Het repertoire bestaat uit eigen composities en de rumba die loopt als een rode draad door die muziek heen. Het optreden is een aanrader voor de liefhebber van de Spaanse gitaar. En bij een volle maan wordt dat natuurlijk een romantische zomeravond. De entree kost 10 euro en start om 8:30 s'avonds. Het adres van de theetuin is de Zuiddorpseweg op nummertje 6 in Overslag. En ook bij de vestingfeesten mag muziek natuurlijk niet ontbreken. Ladies and gentlemen, I'm your chief flight attendant. On behalf of cabin crew, enjoy your flight. My milkshake brings all the boys to the yard, and they're like, it's better than yours. Damn right, it's better than yours. I could teach you, but I have to charge. My milkshake brings all the boys to the yard, and they're like, it's better than yours. Damn right, it's better than yours. I could teach you, but I have to charge. Het weekend van 25 augustus dus, vestingfeesten in Hulst. Maar save the date, op 19 augustus is het weer tijd voor zomerfilm. Binnenkort meer informatie. In de vakantie toch naar school gaan. De gemeente Terneuzen, Hulst en Sluis slaan wederom de handen ineen met de Zeeuws-Vlaamse kinderopvanglocaties en bieden deze zomer gratis opvang en een ontwikkelingsstimulerend aanbod aan voor peuters met een VVE-indicatie. Dat betekent peuters van 2 tot 4 jaar met een risico op onderwijsachterstand. De ouders hiervan zijn persoonlijk benaderd. Door 3 weken extra te spelen, ontdekken en te leren, kan een achterstand misschien wel ingehaald worden en zijn ze volgend schooljaar beter voorbereid op een nieuwe start. Ook voor 65 kinderen tussen de 4 en de 12 jaar is er een zomerschoolprogramma. 2 weken op de Chameleon in Terneuzen. Niet alleen rekenen en taal staan dan op het programma, ook leuke gastlessen van bijvoorbeeld natuur en zo. Niet alleen in Hulst is er van alles te doen tijdens de zomervakantie. Denk dan aan die activiteiten van Hulst voor elkaar, scouting of de jeugdvakantieweek. Ook in de gemeente Terneuzen worden er in de kernen weer verschillende speelweken gehouden. En bij Toonbeeld kunnen creatievelingen aan de slag met de Summer School. Dat is in augustus. Maar heeft u nou altijd al gitaar willen spelen bij het kampvuur? Of willen schilderen of fotograferen? Schrijf je dan in voor een workshop op toonbeeld.nl. Heeft u ervaring met jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning in de gemeente Hulst? Doe dan mee met het cliëntervaringsonderzoek. Dit anonieme onderzoek doet men op een nieuwe manier en doe dan mee via www.hulstvertelt.nl en vertel vooral uw verhaal. Wethouder René Ruijsen zegt hierover: als mensen op verhaal komen, gaan mensen vaak zeggen wat ze werkelijk vinden. We gaan ook echt luisteren naar wat mensen dan belangrijk vinden. Natuurlijk horen we graag wat er goed gaat, maar belangrijker is het om te horen wat er niet goed gaat, want dan kunnen we er ook wat aan doen. Ga dus naar www.hulstvertelt.nl en vertel ook uw verhaal. De uitvoering van het project Versterk de Scheldekust die is gestart. De dijkovergangen in 6 dorpen langs de Westerscheldekust krijgen een metamorfose.
Er komen nieuwe trappen, stijgers, huisjes, banken en andere ontmoetings- en belevingselementen. In Walsoorde zijn de eerste werkzaamheden al uitgevoerd en is een deel van de trap al klaar. Er komen dus nog meer aanpassingen en er komt een waar openluchtpodium. Daar kan je zitten en genieten van het uitzicht. Ook komt er een shipfinder. Dat is een digitaal beeldscherm waarop allerlei uitgebreide informatie te zien is over de schepen die voorbij varen. Met één klik kun je dan lezen wat voor schip het is, waar het vandaan komt en waar het naartoe gaat. De pumptrackbaan in Axel wordt pas na de zomer officieel geopend, maar je kunt er nu al van gaan genieten. Skaters, BMX'ers, steppers, skateboarders en kinderen in een rolstoel zijn van harte welkom op die baan. Ga hem eens uitproberen en laat je skills zien. De pumptrackbaan is een burgerinitiatief van Luca Verschuren. Hij is 11 en zo zie je maar, je kan ook als 11-jarige best wat bereiken. Veiligheid is natuurlijk belangrijk en daarom zijn er regels voor het veilig gebruik van die pumptrackbaan. Die kan je dan lezen op een informatiebord. Je moet bijvoorbeeld ouder zijn dan 8, een helm dragen en natuurlijk respect hebben voor elkaar. Naast die skatebaan komen er nog picknickbanken en een inclusieve speeltuin. Een bioscoop die de Puist van Hulst genoemd wordt. Grote distributiecentra waarbij men in Sas van Gent vreest voor verkeershinder. Er wordt wel eens wat gebouwd waar men niet zo blij mee is. De bestuursrechter in Middelburg heeft de bezwaren tegen de bouw van een nieuw hotel en retranchement van tafel geveegd. 20 dorpelingen hadden bezwaar gemaakt tegen de komst van een hotel met woonhuis. Volgens bezwaarmakers wordt het hotel te groot en tast het aanzicht van het dorp aan. Het hotel zou groter worden dan toegestaan. Maar het hotel mag er dus toch komen. 80 werknemers van de Dayton zijn afgelopen vrijdagochtend in Hulst bij elkaar gekomen voor een inclusiedag. Hierbij wordt gevierd dat mensen met een beperking na een grondwetswijziging een beschermde status hebben gekregen. Over inclusie wordt veel gepraat, maar toepassen, dat is vaak een ander verhaal. Toch zullen gemeentes steeds meer rekening houden met mensen met een beperking. En dat is al terug te zien in het nieuwe provinciale vervoersplan of in die speeltuin in Axel. Nou, we zijn benieuwd naar wat de gemeentes nog meer gaan doen. Met het zonnetje erbij sluiten we deze Omroep Hulst informeert af. En natuurlijk weer met muziek. Deze keer het koor Voluit tijdens een optreden bij Amusement in Heikant. Blijf uw tips, foto's en filmpjes vooral insturen naar redactie@omroephulst.tv. Graag tot volgende keer.